eens films en muziek op internet? Ja. En waarom? Ja, goedkoper is het. En het is voor ons gewoon fijn dat wij gewoon die films hebben. En ja, ik vind het gewoon fijn dat we zonder veel te betalen gewoon die films kunnen kijken thuis. Ik vind dat het op zich wel moet kunnen, alleen ik doe het zelf gewoon nooit. Alleen het is natuurlijk wel zonde voor de winkels dat hun daar met die mooie dvd's liggen dat ze niet verkocht worden. Ja, want het bespaart je een hoop geld. Maar je vindt het niet zielig voor de artiesten? Nee, want ik geloof niet dat die het heel slecht hebben. Die indruk krijg ik niet. Omdat mensen die gewoon, ze nemen tijd en gewoon, ze zitten gewoon keihard te werken voor wat ze doen, weet je wel. Dat is gewoon wat ze willen en ze willen het verkopen. En dan gaan mensen gewoon gratis downloaden. En, Dus je vindt het ook goed dat het verboden wordt? Ja, tuurlijk wel. Als er straks een boete opkomt, ga je het dan nog proberen? Nee joh, ja. Kijk, regels zijn meestal wel om gebroken te worden, weet je. Dus er is altijd wel een weg om hem te ontzeilen natuurlijk. Maar ja, als je er echt een boete door... van krijg natuurlijk niet, want ik bedoel van in een auto ga je ook niet 140 kilometer blazen om een boete te ontvangen natuurlijk, hè? Nee, dus dan zou je er wel stoppen. Ja, joh, tuurlijk. Nou, voor mij hoeft het niet. Ik vind het wel lekker makkelijk zo. Ja, maar dat proberen ze nu al een tijdje natuurlijk, maar dat lukt niet echt. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja, jammer dan. Zie ik dan wel. Ga het wel gewoon proberen. Ja, tuurlijk. Gaat gewoon veel sneller en het is goedkoper. En die boete haal je er dan toch alweer uit. Nou, eigenlijk vind ik het wel goed. Ik bedoel, die mensen hebben er toch... veel geld aan besteed. En dan komt via de andere manier komt het naar buiten. Dus ja, dan gaat de winst van die mensen af, terwijl ze toch hard aan hebben gewerkt. Ja, het is niet te verbieden, denk ik. Het internet is gewoon niet te controleren. En ja, ik denk dat alleen als zij de cd's goedkoop maken, dat dan meer mensen zoiets hebben van ja, het is toch wel een soort van diefstal, dus dat ze dan wel in de winkels gaan kopen. Maar ik denk dat je vooral op het morele gevoel in moet spelen. En ja, verbieden heeft weinig, denk ik, zin. Ik vind niet dat er boetes op moeten komen, nee. Nee, want dat zou niet beter worden? Ja, ik vind eigenlijk als ze dat zouden willen verhelpen, dat ze dan programma's zoals LimeWire en Kaza van internet af zouden moeten gooien. Dat mag je niet zeggen op tv, hè? Ah, dit is internet hoor. Oh, is het internet? Ja, het is een, ja, nou ja, ik zal even eens uitleggen. Stop! Ja.